Vandaag ben ik op de Holendrechterweg in Oudekerk. En in Oudekerk staan veel huizen uit het bouwjaar 1970 tot 1980. En deze huizen zijn voorzien van kwartaalvloeren. Dat is een vloer waar betonrot in optreedt. De makelaar zal u vaak 3 woningkeurbedrijven aanbevelen waar hij graag mee werkt. Maar realiseer u heel goed dat deze woningkeurbedrijven die de makelaar u aanbeveelt een hele globale visuele keuring uitvoeren. Ze gaan de kruipruimte helemaal niet in. Ze kijken alleen vanuit het kruipluik. En dan kan de kans groot zijn dat betonrot niet ontdekt wordt, asbest niet gezien wordt. En als ze ergens een plekje zien, dan raden ze aanvullend onderzoek aan. Oftewel, de bouwkundige gebreken en de kosten ervan worden pas duidelijk na de koop. Een manier van inspecteren die heel erg gunstig is voor de makelaar, maar heel erg ongunstig is voor u als koper. Gaat u een huis kopen, kies voor premiumkeur. Wij gaan de kruipruimte in, klimmen in de meeste gevallen het dak op. En als u een oud dijkhuis gaat kopen of een oud huis in Oudekerk aan de Amstel, dan kunnen we ook een aanvullend bovengronds funderingsonderzoek doen. Met speciale apparatuur kunnen we de scheefstand meten van de woning. En dat is natuurlijk heel erg belangrijk, want dan weet je precies wat je gaat kopen en dan word je niet geconfronteerd met hele hoge kosten achteraf. Blijf uit de buurt van de bedrijven die de makelaar u aanbeveelt. Dat doet hij alleen voor zichzelf en niet voor u. Premiumkeur, er is geen betere. De meest complete bouwkundige keuring in het prachtige Oudekerk aan de Amstel. Misschien tot ziens.